So, you want to get to know more about the Han International Business Course? I understand. Ik ga toch weer even over op het Nederlands als jullie het niet erg vinden. Maar schuif vooral aan in de Campus Camper als je meer wil weten over die opleiding. International Business dus. Ik mag vandaag met 3 studenten in gesprek. En zij vertellen mij hopelijk van alles over die grensverleggende opleiding. Ik heb er in ieder geval zin in. Maar eerst even op een rij wat we sowieso gaan bespreken vandaag. En na het luisteren van deze podcast weet je in elk geval hoe het is om met verschillende internationale studenten te studeren. Welke specialisaties je kan doen op deze opleiding en wat studeren in het buitenland inhoudt. Hoi, ik ben Eva Eikhout en dit is mijn camper. Samen met jou bezoek ik de Han Campus in Arnhem en Nijmegen, waar we studenten het hemd van het lijf vragen over hun studie. Dit is de Campus Camper. Dan wil ik graag mijn gasten welkom heten. Allemaal studenten van de opleiding International Business. Liz, Jan en Salma, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Salma, ik vroeg me af, zitten er heel veel internationale studenten op deze International Business opleiding? Ja, zeker. Ja, dus ja. Je zit met veel verschillende mensen, culturen en achtergronden in de klas. Ja. Wat gezellig. Nou, voordat we verder gaan met ons gesprek, gaan we, zoals in elke aflevering van deze podcast, luisteren naar wat de opleiding International Business in de kern inhoudt. Heb jij internationale ambities? Kickstart jouw carrière met de Engelstalige en internationale opleiding International Business. Je leert alles over financiën, marketing, management en ondernemerschap. En dat alles in een internationale community, want je hebt klasgenoten en docenten met verschillende culturele achtergronden. Samen met je studiegenoten ga je aan de slag met internationale opdrachten en je leert de vreemde taal. Dat komt goed van pas tijdens jouw stage bij een internationale organisatie en jouw studieperiode in het buitenland. Tijdens de opleiding kies je een specialisatie. Wordt het Organization and Change, Supply Chain Management, Finance of Marketing and Sales? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat samenwerken dan gaat met al die verschillende studenten, met al die verschillende achtergronden. Maar voordat we daar verder over gaan praten, heb ik eerst nog een leuke rubriek, namelijk Feit of Fabel. Ik zal even kort het idee uitleggen. Ik doe zo meteen een bewering over jullie opleiding International Business. En jullie mogen gaan zeggen of jullie zeggen, ja, of dat waar of niet waar is, zeg maar. Zijn er nog vragen? Nee. Zijn jullie klaar voor de eerste bewering? We kunnen starten. Die is als volgt. De voertaal is enkel en alleen Engels. Ja, ik denk feit. Ja, jullie kijken elkaar aan. Ja, we hebben natuurlijk ook nog verschillende talen. Dus daar is het niet per se altijd Engels. Oké, want wat voor talen zijn er nog meer dan? Ja, ik heb Spaans gedaan. Wat heb jij gedaan? Ik heb helaas Frans gedaan. Ja, helaas, zeg je. Dat was een fout. Ja, okay. Zeker. Maar goed, overall is de studie dus wel in het Engels. Dus we kunnen het wel als een feit beschouwen, denk ik. Ja, als ik ja precies. Oké, gaan we door naar de volgende. Met deze studie kun je alleen bij internationale bedrijven werken? Nee, zeker niet. Dus je bent gelukkig niet alleen maar toegespitst op de internationale, maar je kunt ook gewoon bij andere soort bedrijfjes werken. Ja, zeker, absoluut. Ja. Oké, nou, dus dit is een fabel. Ja. Oké, gaan we naar de laatste. Studenten hebben tijdens hun opleiding de mogelijkheid om te kiezen om te studeren aan 120 universiteiten rond de wereld. Oh, dit is moeilijk. Dat weet ik niet. Misschien wel een fabel, want ik kan me voorstellen dat er meer zijn. Of minder, want de lijst wordt steeds minder en minder. Ja? Ik weet wel dat voor corona misschien wel een feit was, maar nu? Oeh, geen idee. Nee, de lijst, de laatste keer dat ik hem heb gezien, wordt steeds minder en minder. Ja? Ik had echt keuzestress toen ik die lijst had. Oh, dan heb je geluk gehad. Oh. Nou, wat is het? Zal ik jullie uit jullie leider verlossen? Het is een feit. 120 universiteiten rond de wereld. Zo, dus dat is inderdaad een flinke lijst. Ik kan me voorstellen dat je daar stress van kreeg. Jan, Salma zei het net al eventjes. Er zijn ontzettend veel verschillende nationaliteiten bij jullie op de opleiding. Heb jij enig idee hoeveel? Als ik moet gokken, dan zou het waarschijnlijk zo rond de 60, 70 zijn. Want met wat voor mensen zit jij bijvoorbeeld in de klas? Wat voor achtergronden? Heel wat Vietnamezen. Ja? Of natuurlijk Nederlandse studenten. Ja? Een aantal Chinese studenten. Mm-hmm. Niet zoveel meer als vroeger. Mensen van de eilanden, Nederlandse eilanden. Mm-hmm. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Ja, precies. Het is echt heel divers. Liz, zo'n internationale leeromgeving. Wat voor sfeer is dat? Is iedereen dan een beetje zo met zijn eigen groepje, zeg maar, waar iedereen vandaan komt? Of is het juist ook wel gezellig door elkaar heen?
Ik denk dat het best wel gezellig door elkaar heen is. Mm-hmm. Ja, want veel mensen komen ook alleen. Dus iedereen wil ook heel graag een connectie maken met iemand anders. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja, dus je ervaart toch ook wel onderling dat je een beetje gemengd in een groepje zit met mensen die echt verschillende internationale achtergronden hebben. Ja, en iedereen is ook heel erg sociaal naar elkaar. Dus ja, ik heb echt het idee dat het heel inclusief is. Oh, wat leuk. Fijn. Ja. En is dat dan anders om met een andere internationaliteit samen te werken? Hebben die andere ideeën of hebben die andere, gaan ze op andere manier te werk of valt dat wel mee? Ja, dat is best wel anders, want ik had in het eerste jaar dat er veel mensen uit Vietnam waren en dat zijn, die hebben een hele andere cultuur. Mm-hmm. En dan moet je toch ook wel even je communicatiestijl aanpassen, want dat zijn heel erg people pleasers en die willen alles goed doen. En ja, hoe ga je daar dan mee te werk? Dat is toch wel even wennen. Ja, Salma, herken jij dat? Van andere culturen wel. Ik heb niet echt veel Vietnamees in mijn klas gehad. Okay. Ik had eentje in mijn eerste. Mm-hmm. Ik kan me ook niet echt veel herinneren van mijn projecten die ik heb gehad. Nee. Maar in mijn klas zaten ook niet echt veel nationaliteiten. Er zaten voornamelijk veel Nederlanders. Ja, oh ja. En dan heb je natuurlijk andere klassen. Ja. En dan heb je wel een beetje verschil dat je dan gewoon minder Nederlanders, meer andere culturen. Ja, precies. Jan, ik zag jou wel echt knikken. Van ja, dit klopt wel. Ja, de Vietnamezen zijn, ja, ze zijn hele aardige mensen. Zoals wat Liz zei, dat zijn people pleasers. Maar ik wil ook bij toevoegen, mensen kunnen heel goed samenwerken hier op school. Maar wat je ook vaak ziet is dat verschillende culturen dan bij elkaar zich aantrekken. Ja, ja. Het is natuurlijk zo dat je met iedereen moet en kunnen samenwerken op school. Maar, ja, want je doet natuurlijk ook een international opleiding. Precies. Dus dat wordt wel verwacht, denk ik, van je. Maar wat ik dan wel heel vaak zie is dat veel Nederlandse studenten dan met Nederlandse studenten omgaan. Ondanks dat er wordt gevraagd om dat niet te doen. Want je wilt in een internationale setting zitten. Ja. En hetzelfde geldt voor andere culturen. Zoals Bulgaren, Vietnamezen. Mm-hmm. Mensen van de Antillen. Mm-hmm. De Libanezen. Mm-hmm. Dus natuurlijk werken ze wel heel veel met andere mensen. Maar ze zijn ook heel meer gewoon bij elkaar. Ja, toch een beetje wel. Toch een beetje wel. Ja, en ja, ik kan me ook wel voorstellen hoor, dat het soms misschien wel spannend is om op iemand anders af te stappen. Nee, precies. Ja, toch? Nou heb ik ook begrepen, Sam, kom ik weer even bij jou, dat er 4 specialisaties zijn op de opleiding. Ja, je hebt finance, marketing, organization change en supply chain management. Oh ja, en in welk jaar moet je die specialisatie kiezen? Halverwege het tweede jaar, dus in het tweede semester van je tweede jaar. Oh ja. Of nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Aan het einde van semester 1 moet je al een specialisatie hebben aangegeven aan je PPD-coach. Oké. En dan na de kerstvakantie begin je dan aan je specialisatie. En heb je al gekozen? Nee, ik twijfel nog. Ja, waar twijfel je tussen? Supply chain management en organization change. Oh ja, en ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen. Organization change is een beetje HR related. Mm-hmm. HR dan, ja, dus HR. Ja, human resources, ja. Ja, precies. Ja. Dus meer met medewerkers en Oké. En supply chain management is eigenlijk gewoon logistiek. Oh ja, Ik hoor ook dat je een gedeelte finance krijgt. Ik ben niet goed in finance, dus vandaar dat ik twijfel of ik die richting moet kiezen of niet. Ja, precies, snap ik. En hebben jullie al gekozen, Liz? Ja, ik heb finance gekozen. Oké. Ja. Oh, jeetje. Dat gaat Jan niet kiezen. Nee, dat gaat Jan niet kiezen. Nee, het is een hele leuke specialisatie. Het vergt wel wat uitdaging. Ja, het is best wel complex af en toe, maar dat maakt het ook wel heel erg leuk. Ja, precies. Ja. En vond je het kiezen moeilijk? Nee, niet echt. Ik vond marketing ook ontzettend leuk. Mm-hmm. Maar ja, dit gaf me toch wel een level van uitdaging waarvan ik dacht, nou, dat lijkt me echt wel tof om te doen. En je bent blij met je keus? Ja, heel erg blij. En jij moet nog gaan kiezen, Jan? Ik moet nog gaan kiezen. Finance gaat het niet worden. Finance gaat het niet worden. Dus ik heb uiteindelijk voor organization and change gekozen. Salma, je hebt al gekozen? Ja. Oké. Salma heeft al eerder aangegeven dat het om personeelszaken gaat. En ja, dat bedoel ik, personeelszaken. Maar ja, het is ook een aspect van hoe je bepaalde interne veranderingen, hoe je daarmee werkt. Mm-hmm. Het is een beetje puzzelen van hoe en wat verander je in een bedrijf en hoe doe je dat op een goede manier. Ja. En ik zat dus te denken van, hey, als ik nou organization and change ga doen en dan dat samen met een nieuw technologie gerelateerde onderwerp. Ja. Dan zal het waarschijnlijk heel leuk voor mij zijn. Want ik hou van nieuwe technologieën zoals blockchain en AI. Ja. Maar ik had er ook wel van om mensen te vertellen van wat ze moeten doen. Dus, delegeren. Delegeren. En, nou, goed dat je van jezelf weet. Liz, waarom heb jij ooit voor de opleiding gekozen?
Ja, nou, heel eerlijk wist ik ook echt absoluut niet wat ik wilde studeren. Dus ik heb echt ontzettend veel open dagen gedaan. En op jonge leeftijd ben ik al best wel veel gaan reizen. Mm-hmm. En ja, dat kwam hier toch wel samen. Mm-hmm. Want je kan ook iets later kiezen wat je nou echt interesseert. Je hebt al les gehad in al die vakken, dus dat is ook wel tof. Want ja. Dan weet je ja, echt van, spreekt het me aan, ja of nee? Ja. En natuurlijk gewoon, ja, dat internationale is gewoon super vet. Ja, want je kan gewoon naar het buitenland. Je hebt echt een super vette ervaring. Ja, dus dat trok mij heel erg. Want ik begrijp ook, jullie hebben ook een minor tijdens de opleiding. Gaan de meeste mensen dan ook naar het buitenland toe? Want het is natuurlijk wel een minor is, hè? Dan kun je specialiseren. Een soort van half jaar kun je eventueel vakken van een andere opleiding volgen. Gaan de meeste mensen bij jullie dan ook echt lekker naar het buitenland? Ja. Ja? Ja. Dus dat wordt wel veel gebruikt. En hebben jullie ook de minor al gedaan? Ja. Nee. Oh, ja. Jij nog niet? Ik ook nog niet. Jij nog niet? Jij wel, Liz? Ja, in Spanje. Nice. Wat heb je daar gedaan? Ja, een beetje economie gerelateerd. Een beetje verbredend. Ja, was super vet. Ja, snap ik. Gewoon op de Spaanse Unie. En ja, dat is echt heel vet. Hebben jullie ook nog plannen om dan misschien via de minor naar het buitenland te gaan? Ja, zeker. Alleen waar weet ik nog niet. Nee. Ik zat te denken misschien Azië. Mm-hmm. Of laat ik het gewoon in Europa houden. Dus een Scandinavische land zoals Zwitserland. Ja. Oh, nee. Zwitserland is geen Scandinavische land. Ja, Zweden, Noorwegen. Ja, precies. Jan, jij? Ja, ik hoef gelukkig maar één keer naar het buitenland te gaan. Dus gelukkig? Ja, want ik heb een eigen bedrijf. Dus het is voor mij lastig om dan naar het buitenland te gaan en dan geld te verdienen. Ja. Want geld moet ook nog komen. Stromen. Ja. Dus als ik mijn miner ga doen, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk in Utrecht. Okay. Ook weer over blockchain of AI gerelateerde onderwerpen. Ja. En dan zodra ik voor mijn eindstage naar ergens naartoe moet, dan is de kans groot dat ik mijn zus ga opzoeken in Londen. Dan hoef ik ook niet meer voor een kamertje te betalen. Nou, je hebt het wel voor elkaar op die manier natuurlijk. Ja, precies. Dat is wel relaxed. Dus lekker simpel doen. Ja, precies. En hebben jullie al stage gelopen? Nee, dat is pas ook allemaal in het derde jaar. Dat is allemaal in het derde jaar? Ik wel. Liz ook? Ja. Wat heb je voor stage gedaan? Ik heb een financiële stage gedaan. Oké, en waar heb je die gedaan? Bij NOC-NSF. Oh, in Arnhem, bij Papendal. Ja. Dus lekker hier echt om de hoek. Ja. Jullie moeten nog stage lopen allebei. Hebben jullie al enig idee hoe of wat jullie zouden willen doen? Nee. Nee. Nee, ook niet. Nog helemaal niet. Nee. En zou je stages dan eventueel ook in het buitenland kunnen doen? Ja. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ook. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Oh. En je wordt ook heel goed geholpen in het traject van het zoeken naar een stage en het begeleiden. Ja, je hebt wel een platform wat je kan helpen aan een stage. Dus dat is wel heel erg leuk. Mm-hmm. Wat voor platform is dat? Oh, ik weet even niet de naam er precies van. Daar komen ze vast vanzelf achter als ze studeren. Precies. Ja, precies. Maar er is in ieder geval een platform. Ja, er is een platform en dan kun je... daar worden stages ook echt aangeboden voor internationale studenten. Dus precies. Dat is heel vet. Nou, oké. Dan ben ik grotendeels door mijn vragen heen. Maar dat zijn nog niet alle vragen die we willen stellen. Jullie hebben misschien de glazen pot hier in het midden van de tafel al zien staan. Daar zitten een aantal vragen in. Dat zijn een beetje vragen die je misschien op een open dag spannend vindt om te stellen. Mag ik een van jullie vragen om één briefje uit de pot te pakken? Jullie mogen van mij zelf... Jan gaat ervoor. En dan mag je de vraag hardop voorlezen. Welke andere opleidingen heb je nog overwogen tijdens je studiekeuze? Oké, zal ik beginnen? Ja, mag beginnen. Ik heb hem toch op genoemd. Ik heb geen andere studie ik dacht niet aan een andere studie, want ik heb daarvoor MBO Internationaal Business Communicatie gedaan. Dus je zat al echt helemaal in deze richting? Ja, en ik woon hier dichtbij, dat is de tweede. Ja. En mijn neef heeft hier ook een opleiding gedaan, Internationaal Business Management. Oké, je niffo. Ja, precies. Dus ik heb besloten om gewoon hier te doen, maar... Uiteindelijk moet ik wel zeggen, ik heb wel een goede keuze gemaakt. Oh, gelukkig. Ik voel me echt op mijn gemak hier. Oh, dat is wel heel fijn om te horen. Hebben jullie nog andere dingen overwogen? Ook niet. Nee? Dat was echt mijn... Ik wist niet wat ik wilde doen, want ik kom ook van het MBO. En ik heb een heel andere richting gestudeerd. Mm-hmm. Want wat deed je op het MBO? Optiek. Oh ja, dat is inderdaad dus ik ben heel optician anders. Eigenlijk. Oh ja. Maar op een gegeven moment vond ik het echt niks. Ik dacht, ik ga dit niet mijn hele leven doen. Nee. Ik heb mijn opleiding afgerond en dacht... No chance in hell dat ik dit werk weer ga doen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Dus toen heb ik een tussenjaar genomen. International business klonk wel gaaf, want ja, het zegt het al, international. Dus je kan eigenlijk overal terechtkomen. En het hoeft ook niet per se international te zijn. Nee. Een internationale bedrijf, maar echt, je kan alles doen wat je wilt. Precies.
Dus dat sprak jou aan. Ja, nee, maar ik snap, want inderdaad, ik dacht eerst, je moet sowieso naar het buitenland, maar je kunt ook gewoon eens in Nederland blijven. Je kunt met een stage of een minor kunnen naar het buitenland. Dat is wel anders voor nieuwe studenten, want ik was een soort van in corona begonnen. Oh ja, precies. Dus het is een beetje changed. Ja. Liz, nog heel kort bij jou. Ben jij meteen hier terechtgekomen of heb je ook nog iets anders overwogen? Ik heb nog communication overwogen. Oh ja. Ja, ik wilde heel graag een Engelstalige studie. Ah, oké. Okay. Ja, maar dit is hem toch geworden. Ja. Nou, fijn. Nou, we hebben het er al even over gehad. Wat jullie ambities zijn, hoe je wel of niet naar het buitenland zou kunnen gaan. Maar er is ook een voicemailbericht in onze camper binnengekomen van iemand die de opleiding International Business al heeft afgerond. Dit is Veerle. Dit is de voicemail van de Campus Camper. Mijn naam is Eva Eickhout. Heb je iets mega interessants te delen over je werk? Spreek iets in na de piep. Hoi Eva, je spreekt met Veerle. Ik ben 26 jaar oud en ik heb International Business gestudeerd aan de HAN in Arnhem. Inmiddels werk ik al een aantal jaar als communicatieadviseur in een internationale werkomgeving. Hier ben ik verantwoordelijk voor de interne communicatie richting 140 collega's. Ik vind dit een ontzettend leuke en diverse baan. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gekregen om met mensen uit veel culturen en landen te studeren. En ik heb hier nog dagelijks profijt van. Ik kan bijvoorbeeld heel snel schakelen tussen verschillende communicatiestijlen. Mocht jij als aankomend student International Business nog twijfelen, dan is mijn advies om er gewoon voor te gaan. Het is een uitdagende en diverse opleiding waarmee je heel veel kunt door verschillende specialisaties te kiezen. Ook kun je een half jaar in het buitenland studeren. Iets wat ik als een onwijs gave ervaring heb. Gehad. En ik zal hem ook absoluut nooit meer vergeten. Ik ben er zeker van dat je op de HAN een hele mooie studieervaring zult hebben. Succes met kiezen. We spreken elkaar. Groetjes! De allerlaatste vraag van de podcast. Jan, ik ga hem aan jou voorleggen. Stel, er zijn nu mensen aan het luisteren en die twijfelen nog een heel klein beetje over deze opleiding. Waarom moeten ze het wel doen? Het is een geweldige ervaring. Veel internationale mensen, nieuwe culturen. Het is een beetje uit je comfort. Het kan misschien een beetje uit je comfortzone zijn, maar zodra je hier eenmaal zit, dan zitten we allemaal gewoon heel comfortabel. Iedereen is er voor je om te helpen. Ja. Dus, ja, buiten je comfortzone gebeuren de mooiste dingen. Hè? Precies. Nou, dankjewel voor deze afsluiting. Liz, Jan, Salma, hartelijk bedankt dat jullie er waren. Super fijn. Ik wens jullie nog heel veel succes met de opleiding. En wil jij International Business nog beter leren kennen? Ja, kom dan naar een van de open dagen. Ga proefstuderen of doe een meeloopdag. Alle informatie hierover vind je op han.nl/ib. En twijfel je nou tussen meerdere opleidingen? Kijk dan vooral in de podcast playlist van de Campus Camper en vergelijk de opleidingen van jouw keuze.